Gemeente Bergendal is onaangenaam verrast met de aanwezigheid van 139 vluchtelingen op twee vakantieparken in Groesbeek. Volgens het COA gaat het om een communicatiefout, waardoor de gemeente niet op de hoogte is gesteld. We zijn in heel regelmatig contact met het COA en dat ze dan vergeten om te zeggen we gaan ook nog 139 mensen plaatsen, ja, dat is wel, nou ja, eigenlijk onbegrijpelijk. En verder in het nieuws vandaag. Groesbeekse kringloopwinkel mag geen groente en fruit meer verkopen. En ondanks blauwtongvirus toch weer koeien op Druutense Lestermeert. De gemeente Bergendal is onaangenaam verrast met de opvang van 139 vluchtelingen op twee vakantieparken in Groesbeek. Volgens het COA gaat het om een communicatiefout, waardoor de gemeente niet op de hoogte is gesteld. Burgemeester Slinkman maakt zich zorgen over de situatie. Het gaat om nareizigers, mensen die naar Nederland komen om bij hun gezinslid te zijn. Deze groep vluchtelingen wordt opgevangen op twee verschillende vakantieparken in Groesbeek. Het COA heeft de gemeente hiervan niet op de hoogte gesteld en erkent deze fout. Een miscommunicatie dus, maar voor de gemeente Bergendal een enorme verrassing. Ja, dat is eigenlijk onbegrijpelijk, want naast een hele grote groep Oekraïners vangen wij al een hele lange tijd minderjarige vluchtelingen op. Dus we zijn in heel regelmatig contact met het COA. En dat ze dan vergeten om te zeggen we gaan ook nog 139 mensen plaatsen, ja, dat is wel, nou ja, eigenlijk onbegrijpelijk. Burgemeester Slinkman is gelijk gaan kijken op de vakantieparken en maakt zich zorgen over de situatie. Ja, dat vond ik wel heel vervelend om te zien. Ik heb een grote groep kinderen aangetroffen in de speeltuin. Dus ik zie dat de mensen daar eigenlijk netjes gehuisvest zijn. Het zijn nette chalets waar ze zitten. De voorzieningen op het park geven ook de gelegenheid om in rust daar te zijn. Maar tegelijkertijd is er geen begeleiding aanwezig. Er is geen toegang tot medische voorzieningen. Kinderen gaan uiteraard ook niet naar school nu. Dus zijn er eigenlijk geparkeerd op dat park. En ja, dat is niet goed. En daar maakt de burgemeester zich dan ook het meeste zorgen over. Op dit moment is er al wel enige verbetering. Dat er straks een paar uur per dag iemand van het COA aanwezig is. Nou, dat vind ik al winst. Want tot nu toe moesten de mensen, als ze bijvoorbeeld zich ziek voelden, naar een telefoonnummer in Zevenaar bellen. Als degene aan de andere kant van de lijn dan besloot dat het een consult waard was, moesten mensen met een taxi van Groesbeek naar Zevenaar gaan om daar een arts te zien. Nou, nu is er in ieder geval iemand ter plekke om de mensen te begeleiden en een beetje wegwijs te maken. Maar het is wat mij betreft ook nog niet genoeg. Volgende week hebben we een overleg met het COA ingepland. En dan gaan we het onder andere daarover hebben. Volgens de woordvoerder van het COA is het de bedoeling dat de groep er kort verblijft en daarna naar andere plekken gaat, waar vanaf dat moment wel onderwijs wordt geregeld voor de kinderen. Hoe lang de groep nog in de gemeente Bergendal blijft wonen, is nog de vraag. Ja, op het moment dat mensen daar maanden moeten gaan zitten en dus niet met hun inburgering kunnen beginnen, kinderen niet naar school gaan, ja, dan bouw je natuurlijk achterstanden op die straks heel moeilijk weer in te halen zijn. In de coronaperiode is de kringloopwinkel Sint-Michaël in Groesbeek begonnen met de verkoop van groente en fruit. Dit mag officieel niet, omdat de winkel niet beschikt over het juiste bestemmingsplan. 2 jaar lang werd de verkoop gedoogd door de gemeente Bergendal. Maar deze periode eindigt binnenkort. Al zo'n 6 jaar verkoopt de kringloop in Groesbeek goedkoop groente en fruit. Eerst zonder problemen, maar volgens de gemeente past dit niet bij het bestemmingsplan van de kringloop. En dus moeten ze ermee stoppen. De afgelopen 2 jaar werd de verkoop nog gedoogd, maar die periode zit er nu bijna op. En voor 2 jaar terug begon de gemeente daar moeilijk over te doen, omdat we op een industrietrein zitten en er geen detailhandel mocht. En wij dachten, de kringloop is een detailhandel, dus groente en fruit zou ook mogen. Maar dat mocht dus niet. En we hebben toen een periode van gedogen gekregen van 2 jaar. En dat loopt dus nu 31 december af. Ja, het bestemmingsplan staat het niet toe dat er verse groente en fruit wordt verkocht op het bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is echt bedoeld voor bedrijven die geen detailhandel hebben. De gemeente wil dit graag zo houden en detailhandel alleen in het centrum toestaan. Wij hebben gezegd, ons kernwinkelgebied in Groesbeek is belangrijk voor ons. We vinden het belangrijk dat we daar de detailhandel concentreren, want dat houdt ons centrum levendig en aantrekkelijk. Want we willen zo min mogelijk leegstand hebben in het centrum.
platform. Voor de kringloop een flinke financiële tegenvaller, maar de stichting maakt zich vooral zorgen over de klanten die hier via de voedselbank verse groenten en fruit halen. We hebben 140 gezinnen bij de voedselbank, dus die 140 gezinnen hebben nu een pasje van ons en op de vertoon van dat pasje kunnen ze wekelijks of per 2 weken groenten en fruit hier halen. Want vooropgesteld, we vinden de kringloop belangrijk voor ons dorp. Ze zijn echt heel erg betrokken bij de Groesbeekse gemeenschap, steunen ook veel initiatieven uit Groesbeek, vinden we allemaal echt heel waardevol, maar kan geen reden zijn om dan maar goed te vinden dat er dingen gebeuren op het bedrijventerrein die anderen ook niet mogen. De gemeente erkent ook de inzet van de kringloop en dit is ook een van de redenen geweest waarom het 2 jaar lang gedoogd is. Maar de verwachting was ook dat de kringloop een nieuwe locatie zou vinden binnen die 2 jaar. We hebben wel meegedacht in oplossingen. Ja, bijvoorbeeld misschien een plek op de markt. Nou, er is een leegstaande supermarkt hier in het dorp. Misschien is dat dan een goede plek voor de kringloopwinkel. Dus we hebben echt wel proberen mee te denken. De kringloop geeft nog niet op en heeft een wijziging in bestemmingsplan aangevraagd. En ze zijn een handtekeningactie gestart. En binnen een aantal dagen hebben ze al honderden handtekeningen opgehaald. We proberen toch de gedogen te verlengen. Of in ieder geval een wijziging in het bestemmingsplan aan te vragen. Die aanvraag die loopt, maar daar hebben we ook nog steeds geen antwoord op. Ik hoop dat we door mogen. Anders wordt het somber. Ja, want ik vind het toch heel, ja, gewoon voor de mensen van de voedselbank ook heel erg dat ze dan weer niks hebben. Want uiteindelijk zijn we daar ooit voor begonnen. Het blauwtongvirus heeft de afgelopen jaren veel schade aangericht. Vooral onder schapen en runderen. Vanwege het virus kon er vorig jaar geen veemarkt plaatsvinden tijdens de Les de Mert en Druten. Dit jaar zijn er strikte voorzorgsmaatregelen genomen, waardoor de koeien weer helemaal welkom zijn. Bezoekers zijn dan ook erg enthousiast dat de Les de Mert dit jaar weer in volle glorie kan plaatsvinden. Het blauwtongvirus leeft nog steeds onder de dieren. Maar dit jaar zijn de dieren uit voorzorg behandeld tegen dit virus. Hierdoor kan de Les de Mert in Druten gehouden worden zoals voorheen. De keurmeesters van de dieren zien dat de voorzorgsmaatregelen goed genomen worden door de boeren uit de omgeving. Ja, dat blijft natuurlijk een zorgwekkend iets waar ze heel alert in moeten zijn. En dit zijn wel plekken waar je gewoon heel goed op moet letten. Maar de mesters en de boeren zelf zijn daar heel bewust mee bezig en kennen elkaar ook. En maken elkaar daar ook van bewust dat ze heel scherp moeten zijn bij elkaar. Maar ja, risico is er altijd. Op de Les de Mert loopt ook een dierenarts rond die het vee goed controleert. Ze zijn gecontroleerd vanmorgen door een dierenarts. Oh, okay. Ja. Dus de dierenarts loopt hier ook nog rond. Ja. Ja. Dus nee, daar is wel controle. Ja. Ja. Geert-Jan, een boer die met zijn vee op de Les de Mert staat, is zich ook bewust van de problemen en risico's die het virus met zich meebrengt. Daarom behandelt hij zijn koeien al preventief. Ja, de blauwtong heeft hier in de buurt al heel erg huis gehouden. Dus het is gewoon preventief behandelen voor de mug eigenlijk. Dat je weinig vliegen of geen vliegen erbij hebt. Dan is de kans op besmetting eigenlijk het kleinste. Zijn zoontje Teun vindt het ook leuk dat de koeien dit jaar weer aanwezig zijn bij de Les de Mert. Hij zorgt er dan ook voor dat ze er netjes bij staan. Ja, wel leuk. Ja, en wat heb jij er ook aan bijgeholpen, meegeholpen? Ja, dat ze mooi worden. En wat heb je dan gedaan? Gekamd, gepoetst. Ondanks het blauwtongvirus wordt de Les de Mert dit jaar gevierd zoals voorheen. Voor jongeren uit de omgeving is het een groot feest en dat moet gevierd worden. Ja, geweldig. Het is een geweldig feest, elk jaar opnieuw. En wat is hier te doen? Nou, een hoop. Je kunt koeien kijken, koeien kopen, koeien gokken. Heerlijk. Deze jongens gaan tijdens het dorpsfeest door tot in de late uurtjes. Ja, we gaan tot vanavond zuipen, ja. Even, het gaat door tot 2, hè. Dus dan gaan we door tot 2. Helaas kan niet iedereen zomaar de Les de Mert bezoeken. Vooral ouderen hebben soms moeite om de drukke markt te bereiken. Om hen toch van de feestelijke sfeer te laten meegenieten, rijdt het bekende orgel langs de huizen van de ouderen, zodat zij vanuit hun woonkamer kunnen genieten van het gezellige sfeertje. Tijdens de Les de Mert ging Harm langs de straten met zijn orgel om mensen waarvoor het niet toegankelijk is, ook van zijn muziek te laten genieten. Ja, de organisatie had dat bedacht. Die had dat gevraagd aan ons, ja. Normaal moet je wel eens, je moet eens een keer wat boter, wijn bij de boter doen. En, ja, en dan vroeg ze ons, ja, waarom niet, is voor ons een kleine moeite. Ja, ik rijd dat eigenlijk met de ondermotor, dan rijd ik daar gewoon even een blokje om. Dat doe ik daar gewoon eventjes, weet je. Ja,
wij doen het wel eens vaker. We naar de oude verdagenhuizen waar we zitten dan, dat doen we wel eens vaker. Naast het orgel was er vandaag ook verdrietig nieuws voor de vaste bezoekers van Theo. Dit jaar is namelijk de laatste keer dat hij de bezoekers rondrijdt in zijn treintje. Ja, het is erg even de mensen, maar iedereen kent mij altijd. Overal, hey Theo, hey Theo. Ja, je ziet hem altijd rondrijden met die mooie trekkers van hem. Daar word je gewoon blij van. Een mooie rondleiding door de route en je ziet van alles wat. Dat is leuk, een retourtje, terug naar de mat. Theo is erg geliefd onder de vaste bezoekers van de Les de Mert. En daarom was het vandaag extra speciaal om nog een keer met hem mee te mogen rijden. Ja, dit is groot nieuws. Dus ik ga zeker nog even langs om afscheid te nemen. Want hij deed het altijd leuk, het is altijd gezellig. Meestal zit het ook vol. Met hoogwater, 95 al, is begonnen. Ja, heel leuke dingen had meegemaakt hoor. Overal geweest, Nijmegen, Groesbeek, Duitsland. Al mooi gezellig, hè, schat. Voor volgend jaar neemt hopelijk iemand zijn treintje over. De vacature hiervoor staat nog open. Het is bewolkt en op veel plaatsen komt vanavond weer nevel en mist voor. Ook tijdens de nachtelijke uren is het bewolkt met regionaal weer een klein wereldje. Er waait een zwakke oostenwind en het koelt af naar 2 tot 4 graden. Morgen in de ochtend is het wederom grijs en bewolkt met regionaal mist. In de loop van de ochtend lost de mist op en kan de zon doorbreken. In de middag zijn er nog altijd hardnekkige bewolkte gebieden, maar het wordt wel iets lichter. Vooral in onze regio kan de zon even doorbreken, maar over het algemeen blijft het wolkendek gesloten. De temperatuur stijgt op de meeste plaatsen naar een magere 8 graden. Op de eerste dag van het weekend verandert er weinig aan het weerbeeld. De bewolking overheerst, maar ook de zon kan even doorbreken. Er staat nagenoeg geen wind en het wordt in de regio zo'n 11 graden. Zondag meer van hetzelfde. Lokaal kan een lichte bui voorkomen, maar over het algemeen blijft het droog bij 12 graden. In de nieuwe week trekt de wind wat aan en is er ook meer kans op een enkele bui. Dit was het RN7 Regio Nieuws van donderdag 7 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. De uitzending terugkijken kan altijd via ons YouTube kanaal RN7 Online. Daar zijn ook al onze andere programma's terug te vinden. Wij zijn er morgen weer, dus graag tot dan!